Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Laten we gelijk beginnen. Hey mensen, ben ik de enige die moe wordt van die hele stikstof bullshit? Ja, vandaag lag het verkeer in Nederland compleet plat, omdat er allemaal boeren uit het land richting Den Haag moesten gaan om te gaan demonstreren tegen dat stikstofprobleem. Waar is dat stikstofprobleem nu plotseling uit de hemel zo vandaag gekomen? Wat is er veranderd? Niets is veranderd. Ik koop nog precies hetzelfde. Ik koop nog precies dezelfde producten in de winkel. Ja, mijn auto neemt nog steeds dezelfde brandstof. Waar komt dit probleem nu naar vandaan? Raad van State, Amahula, je mag het dak op. Mensen uit Suriname, Nederland heeft een stikstofprobleem hoor. Maar goed, als die boeren hun werk niet meer kunnen doen, waar gaat ons eten vandaan komen? Huh? Die 1+1 is wat mij betreft heel erg eenvoudig. 1+1 is 3, iedereen weet dat. Als die boeren hun werk niet kunnen doen, waar gaat het eten vandaan komen? Dus Nederland, je mag het dak op met je stikstofprobleem. Al die projecten in het land liggen plat. Die boeren kunnen hun werk niet doen, kababa. Nu merk je echt dat we in een land leven van bureaucratie. Niemand in de wereld maakt zich druk om die stikstof. Boy, ander onderwerp. Van 16 oktober tot 20 oktober is het Amsterdam Dance Event. Voor mensen die van dance, elektronisch dancemuziek houden, is dit het festival in Amsterdam om te bezoeken. Heel veel vrienden van mij komen over uit Londen, verschillende plekken van de wereld, om hier aanwezig te zijn bij het beste festival van het fucking jaar. Boy! Ikzelf hou van housemuziek, techno en alles wat ertussen zit. Boy, als je me ziet gaan. Dit is echt een festival waar je mensen echt gaat zien van damn, rustig aan. Ik weet niet wat jij hebt genomen, maar rustig aan, kill. Want je kaken gaan wel een beetje te veel links en fucking rechts. Maar anyway, 16 tot 20 oktober in Amsterdam, Amsterdam Dance Event, boss. Nu was ik vandaag in de Action even boodschappen halen, ik moest even wat hebben. Ik kom binnen en wat zag ik tot mijn schrik? We zitten pas midden oktober. Kerstversiering van links naar rechts. Overal zag je alleen maar kerstversiering. Sinds wanneer hangen we kerstrommel in ons huis voordat Sinterklaas nog niet even weg is gegaan? Overigens, over Sinterklaas, Zwarte Piet, racist! Maar goed, dat wisten jullie inmiddels wel. Maar laat Sinterklaas even rustig zijn ding komen doen. Laten die kinderen plezier hebben. En dan zetten we die kerstboom op en fix je je huis. Ik zweer het je, elk jaar hier naar overkant bij mij toch, mijn buurman. En die buurvrouw Hek, ze kunnen niet wachten om die kerstding. En het blijft zo lang staan. Diep februari pas zie je dat ze die rommel weghalen. Hoe kan iedereen aan een kerstsfeer zijn? We moeten eerst door de hele molen van Sinterklaas heen. Ja? En hij is... Ik snap jullie niet meer. Maar goed, anyway, in de Action kan je genoeg kerstrommels kopen. Officieel is kennelijk het kerstseizoen al geopend. Dus welkom in Kerstmania. Mensen, ik wil er niet om lachen, maar dit ding is toch echt een klein beetje lachwekkend. Een gezin zit 9 jaar in kelder van hun eigen huis. Nu, as we speak, vandaag de dag, woensdag 16 oktober, hebben we niet veel details over hoe het komt dat die kinderen en die vader al 9 jaar in een kelder zit. De oudste is 25. Ik bedoel, 25 jaar. Als ik daar 9 van afhaal, en dan moet ik nu gaan rekenen, maar zo goed is mijn hoofdrekenen ook weer niet. Volgens mij komen we toch op 16 jaar. Ja? Hoeveel 16-jarigen ken je die gaan accepteren? Hé pa, kan je je voorstellen, papa komt naar je toe. Kinderen, vanaf nu, maar zo zie ik het voor me. Vanaf nu gaan we naar de kelder en we gaan daar blijven. Welk kind van 16 jaar? Welk kind van 16 jaar zegt ja en amen? Misschien is het niet zo gegaan, snap je? Hij heeft erin geslide in die situatie. Ik weet niet wat is gebeurd, ja? Maar geen enkel kind die ik ken van 16 jaar, die kan je ook maar een kwartier vasthouden in een kelder. Want internet bestond toen ook al. Wifi bestond toen ook al. Geen enkel kind van 16 jaar kan je vasthouden in een kelder voor een kwartier. Zonder dat de boel wordt afgebroken. Geen van mijn neefjes of nichtjes hoe dan ook. Kan ik een kwartier lang. Maak die internetmodem uit. Dan ga je zien hoe snel de hel losbarst. En nu kom je naar buiten om hulp te zoeken. Wat heb je de afgelopen 9 jaar gedaan? Die was echt lelijk. Wat heb je de afgelopen 9 jaar gedaan? Waarom... Nogmaals, ik oordeel niet, we kennen die situatie nog niet. Maar als je gezin uit, wat is het, 4, 5, 6 kinderen bestaat. Waarom zijn er 4, 5, 6 lummels die zichzelf in een situatie houden? En vanaf 12 jaar, 13 jaar, 1 jaar wist ik al hoe of wat. Als je als volwassene of wie je ook was, me in een tjoetja wil zetten. Nou man, geen enkele van die kinderen om me heen die ik ken, die gaat je... Voor een langer dan een kwartier dat je in een kelder chillt. Het maakt niet uit dat die kelder allemaal heeft flatscreen, televisie, dit of zo. Die kinderen van mij, die kinderen van ons, weten dat we af en toe je zon ligt en verse zuurstof nodig hebt. Kill. Hoe ga je 9 jaar blijven chillen in een fucking kelder? Dan ben je toch para? Iedereen weet dat zuurstof en een beetje zon op je huid goed is. Damn, 9 jaar lang. Wat hebben ze allemaal niet gemist in 9 jaar? Weet je hoeveel bullshit is gebeurd in 9 jaar? Hoe ga je dat in willen halen? Ik miseer Obama. Snap je? First black president. Ik mis haar man. We gaan het eens over Trump hebben. Maar dat heb je gemist. Wat heb je nog meer gemist? Al die Marvel. Boy, je hebt veel gemist. Wat is allemaal wat niet gebeurd? Goeie tijden. Geert Wilders. Wat heb je allemaal wat niet gemist? Weet je hoeveel iPhones, generaties je niet... Je kent geen app, geen enkele Apple product ken je. Netflix en chill weet je ook niet. Slide in iemands DM weet je ook niet. Je weet geen moer. Je weet geen moer! Dus hoe wil je nog weer onderdeel gaan zijn van deze maatschappij? Wel, ik heb gehoord dat ze vanavond bij Boos zijn op televisie. Jullie zullen kijken wat daar gebeurt. Maar damn, 9 jaar. Als jullie mij na 9 jaar vinden, oké? Laat me precies waar ik ben. Laat me precies waar ik ben. Want ik kom niet met mijn achterlijke 9 jaar oude kennis op jullie tapoe. Snap je? Dat jullie keep op mij komen breken. Ik verzoek jullie, laat me daar in die koude kelder. Je kan er van anders of een pom of een bruine bonen in mooi tupperware kan je wel bonken voor me. Maar laat me daar, want ik kom niet na 9 jaar terug van ai, Find the Creator is back. Boy. Nou, dit was weer een nieuwe aflevering van Find the Creator. We hebben een klein beetje gehad over actualiteit, wat er vandaag de dag speelt. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Laat vooral een like achter, comment below. Geef je feedback. Abonneer op mijn kanaal, share. En het belangrijkste, support gewoon je brother. Ik vraag niet veel. Find the Creator, signing off.